Naar Monique. Ah, anti-knockback. Hij is echt anti-knockback. Ja, dan kijk eens mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom op het kanaal Rotjoch. En welkom terug bij een nieuwe Minecraft Skywars. Ik ga proberen om met hem te gaan, los te gaan, mensen te killen in Minecraft Skywars op de map Candy. En oké, we gaan er gewoon tegenaan. En we gaan kijken hoeveel mensen ik ga kunnen killen. Want dat vind ik hartstikke leuk. Want dat is de bedoeling van Skywars. Ik heb geen bouwblokken, dus ik ben geïrriteerd. Is het de enige kist? Nee, fuck. Het hukkie. Ik moet naar beneden. Dat really sucky sucky. Oké, ik ga naar beneden. Ik moest die bouwblokken hebben. Dus eigenlijk mijn bedoeling was om meteen naar de buren te gaan. Want voor degene die nooit mijn Skywars video's kijken, maar dit voor de eerste keer doen. Hallo, ik ben Dylan en ik hou van Skywars. En ik ben er meestal wel goed in. Alleen, het ding is dus... Hoor ik nou iemand vallen? Ja. Alright, normaal gesproken ga ik al meteen naar de buurman. Want dat is mijn tactiek altijd. Zo snel mogelijk naar de buurman. Voordat hij zichzelf kan voorbereiden. Ik eraan kom. En voordat het überhaupt gebeurd is, kan ik hem meteen al killen in zijn rug of van voren. En oké, deze man die gaat gewoon met een hengeltje staan. What the fucky ducky? Iemand is al dichtbij me gekomen. Hoor je dat? Iemand was dichtbij me gekomen. Iemand was al van plan om in één keer in mijn rug te sneaken. Iemand is al op mijn eiland geweest. What the hell? You what, mate? You fucking what? You fucking twat. Oké. En deze kist is weg. What the hell? Oké, nou goed. Het is een beetje een raar begin met deze Skywars. Dat heb ik nooit. Dat ik zo gedisorganiseerd, disoriënteerd ben. Dude. Fuck off. Dude, fuck off. Dude, fuck off. Wat zit je te... Wat was zijn plan? Wat was zijn hele plan? Ja, goed. Hij had geen chest, dus daar baal ik van. Dat is het enige wat ik eigenlijk nodig heb. Nog een chest. Hij had wel een hengel. Maar hij had geen bow. Ik wil een boog. En met een boog ga ik namelijk leuke dingen doen. Mensen eraf schieten en shit. Maar oké, dat kan ik nog niet doen. Dus ik moet door naar het volgende eiland. Laten we dat even gaan doen. Ik heb geen bouwblokken verder. Ik heb nog alleen deze, die ik al had. Dus het zijn niet nieuwe bouwblokken. Oké, wacht eens even. Oké, nou goed. Ik heb nog hoeveel mensen? 6 mensen over tegen mij. Iemand heeft anti-knockback blijkbaar. Oké, nou. Cutie Romy, het spijt me Romy. Tot ziens. Dat was Romy. Nog steeds niks gekregen. Want ik heb spulletjes nodig om mensen te killen, man. Fortverdikkie. Maar ja, op zich gaat het lekker. Ik heb nog 5 mensen over tegen mij. Ik zie daar wel mensen met vet veel diamantjes. Dat is iets waar... Ah, fuckerdikkie. Ik heb... Waarom zeg ik nu zeg fuckerdikkie? Wat voor lame woord. Ik heb... Ah, man. Dus ik moet gaan bijlen. Iemand heeft anti-knockback tegen mij. Dus ik moet even kijken wie dat is. En dan moet ik hem helaas reporten. Anders moet ik weer een hackerpolitie maken en zo. Dan wordt deze episode misschien een hackerpolitie. Een extra stukje. Want mensen doen hackerpolitie is hartstikke leuk altijd. Dus we gaan kijken of dat zo is. Want heel veel mensen zeggen, ah, hij heeft anti-knockback. Hij heeft anti-knockback. En ik ga hem volgens mij zo meteen tegenkomen, die gast. Want hij zit daar op het eilandje volgens mij. Hop. Dat is volgens mij degene met anti-knockback. Maniek of zo. Roger gaat terug. Die andere gast heeft full dia. Dude. Like I care. Yo, het is gewoon gaan of niet gaan. Ik ben niet van die pussy ass shizzle me nizzle, weet je. Ik ga er gewoon voor. Ik zoek het uit, weet je. Oké, wat ik ga doen nu is het volgende dan. Ik heb 4 snowballs. Of doe maar die eieren dan. Eens even kijken. Als ik die op die. Zo. Dat het is. Ik neem even een golden apple. Doe het. Naar Monique. Ah, anti-knockback. Hij is echt anti-knockback. Nice anti-knockback, bro. Anti-knockback. Nene-ikwe. Mooi. Die ga ik aangeven bij Cubecraft. Volgende potje. Let's fucking do this. Ja, welkom mensen. En potje nummer 2. Helaas, vorig potje niet gewonnen. Volgens mij door een anti-knockback gast. Hij kreeg heel veel klachten van allemaal spelers. En dat ik hem tegen hem gevochten. Hij ging niet achteruit toen we het gevecht daadwerkelijk aangingen. En toen kwam het gewoon neer op diamond tegen... Want ik had niet diamond. En toen verloor ik het. Helaas, pindakaas. Op naar het volgende potje. Het zij zo. Het zij zo. So be it. Oh, dude. Die aantrekken graag. En op naar het volgende potje. We zullen het allemaal wel zien. We gaan naar beneden. Hupsakee. En we gaan kijken of ik snel spulletjes kan verzamelen. Ik heb best wel goede gear, moet ik zeggen. Aan mijn kisten keer. Dat zie ik niet vaak dat ik goede gear aan mijn kisten krijg. Maar oké, goed. In ieder geval, vind je dat je een leuke video? Laat dan vast even lekker een blauw duimpje achter omhoog. En dan gaan we kijken of ik ook heel veel steun ga krijgen op mijn andere video's naast Minetopia. En are you kidding me? Ik heb gewoon geen motherfucking bouwblokken gekregen. Daar baal ik wel van. Want ik hou van bouwblokken te krijgen. Want dan kan ik namelijk aanvallen. Heb ik dan gewoon serieus 0 bouwblokken? Are you crapping me?
Ik heb gewoon geen bouwblok gekregen. That's pretty much niet cool. Dat vind ik echt niet leuk. Ik wil gewoon bouwen naar andere mensen toe. Ja, pizza man. Ik wil niet met je teamen. Ik wil gewoon fucking bouwblokken hebben. God damn it. Moet ik naar boven toe? En dan moet ik kijken of ik dit ga kunnen hakken met een bijl of zo, weet je? Oh man, wat is dit irritant. Dit staat echt helemaal nergens op. Het gaat nog lang duren ook, weet je? Voor één blokje. Oh man. Ik baal als een stekker. Want ik heb ook geen pickaxe. En daar krijg ik gewoon niet eens wat van. Dude, really? Daar krijg ik gewoon niks van als ik met mijn vuist loop. Dan zit ik gewoon letterlijk vast op mijn eiland. Ik zit vast op mijn eiland. Are you kidding me? Are you kidding me? Kom op, geef me gewoon bouwblokken, man. Kan ik het slow, please? Ah, man, oké. Dan moet ik wat dirt gaan hakken. Maar god dan dat je zegt. Wat een vervelende potjes op rij. Jongen. Wat een baaldag. Wat een baaldag vandaag in Skywars. Alright, hupsakee. Toppertje. Nou, die gast naast me, die heeft helemaal geen gear. Amper wat spulletjes. Sorry, pizza man. Oké. Hij staarde naar de grond. Dat moet je niet doen in Skywars. Dat is niet een goed idee. Het duurde wel vet lang voordat hij uiteindelijk... Hij kijkt niet eens op. Hij was gewoon bezig met zijn shit hier fixen. Ja, oké. Oh, ik heb wel bouwblokken nu. Dus dat maakt me best wel gelukkig. Oh, hij is super sportief. Hij zegt GG. GG, man. Oh, what the fuck a duck, ouwe. Up! Raken. Ja! Ja! Haha, teamers! Ik heb een van de teamers geraakt met de fucking arrow. Lekker. Dus voordat ze überhaupt echt hun team shit kunnen uitvoeren tegen mij... Had ik ze al dood. Nice. Oké, die is dood. Toppie. We gaan door naar de... kijken of ik de volgende chappies ga kunnen killen. Ik moet even door... Of is dat ook weer een team? Alsjeblieft niet zeg. Ik heb geen zin in teamers vandaag. Vandaag even geen team, jongens. Vandaag even niet. Eens even kijken. Oh, fuck a duck. Ga je met spullen me gooien? Zit hier zeg ik fuck a duck, man? Au, hey. Kappen. Lelijkerd. Hopsakee, ik heb helemaal geen spullen meer. Oh, hij is gevallen. Nou, oké, dan gaan we zo. Oh, what the fuck. Hit hij me nou gewoon onder de zijkant heen? Dat doet hij netjes hoor. 1, 2. Hij liep achteruit. Wat een sukkel. Hij wou me raken met snowballs. Hij was zo van de map af. Oh, wat een god. Oké, nou, chill. Dat is spulletjes. Alleen heb ik geen arrows meer. Daar baal ik wel van. Dus ik kan mijn boog niet gebruiken. Hé, what the fuck? Heb ik nog een zwaard weggelegd? Ja. Hé, hey, Rutjuchi. Hallo. Nog 3 mensen over, jongens. Dus het gaat lekker. Gaat goede kant, hup. Good. Verdomme. Heb ik weer geen airbrugger op de beuren? Man heeft verdummend. Hij heeft ook goede gear. Haal ik die sprong? Nee, dat haal ik nooit. Dat haal ik nooit in mijn leven. Maar gelukkig heb ik nu wel een pickaxe. En dat betekent dat ik mijn pickaxe wel gewoon deze kleeblokken kan verzamelen. Hey. En als ik dat doe, dan kan ik dus gewoon naar het volgende eiland. Hebbes. Nice. Alleen het ding is nu... Dude gaat opbeschieten met fucking arrows van zover. En die andere doet het daar. En qua keer... Lopen we een beetje gelijk. Live B, stop eens met schieten op me. En ga gewoon spelen als een man. Fight like a man. Oh my god, weer in mijn rug. Hey, kappen nou. Ga niet met arrows op me schieten de hele tijd, allebei. Stel dat je poes is. Kom vechten. Dude, hier, neem eieren. Neem fucking eieren. God dan de ju. Ik word gestoord hiervan. Want in mijn rug is ook iemand met die eieren. Zit ook met die pijlenboog. Stop met die pijlenboog schieten. Ik heb wel arrows nu. Dus dat is wel leuk. Dus even kijken hoor. Eieren heb ik. Ik heb een broekie. Ik heb spulletjes. Oh, fuck duck. Gaat hij nog steeds op me schieten met eieren? Dude, kappen. Wat is boog? Kappen nou. Want dan ga je het krijgen ook. Oh, really? Ga je ook op mij schieten? Rot eens op met die... Rot eens op. Ik wil gewoon naar je toe komen. Ik wil je gewoon doodmaken. Weet je, ik heb geen zin om te dansen. Heb ik geen blokken meer om te bouwen? Jawel, hier, kijk eens. Kijk eens aan. Doei. Doeg. Ik ben weer in de opname, maar doeg. Oké, kom dan. Je mag komen hoor. Stop juist met me schieten daar aan de overkant. Gast.
Heb ik nog iets om te gooien op hem? Eieren. Ja, ik wil gewoon eigenlijk aan toe kunnen komen. Alleen, dude, wat is je plan? Wat is zijn plan? Dude, fuck off. Ga eens eraf. Weet je, als je eraf valt, kan ik namelijk gewoon netjes naar hem toe komen. Maar dat kan niet, omdat hij dus als een pussy speelt. Auw, heb ik geen ding meer om te gooien? Nee. Oké, alsjeblieft, laat die andere gasten terugkomen. Ja! Nog een keer, nog een keer. Raak hem, raak hem. Raak hem! Ja? Dude, raak hem nou. 3 arrows tegelijk. Nee. Ah, mis. Mis. Dude. Sorry dat. Ik ben zat. Ik ben helemaal zat. Eikel. Kom dan. Weet je, fuck it. Ik heb geen zin in dit gewacht meer. Doeg, zoek het lekker uit, man. Pussy boy. Duurt allemaal zo lang, man. Jonge. Oké, hebbes. Laatste. Waar ben je? Jij bent daar. Je hebt de hele tijd lopen schieten op me met pijl en boog. Als een soort mietje. Een afstand. Yo, zoek het lekker uit. Ik kom je halen, ouwe pikkiepap. Oké, dan ga ik hier even naar beneden. Oké, dan. Ik heb geen arrows meer, dus dat is wel kleutje. Eén blokje neerzetten. Oh, wacht eens even. Het is een kijker, dit is die gamerboy. Je ging heel tot beschieten, net gamerboy. Je bent een kijker, hè? Why you shoot me? Waarom jij schiet naar mij? Oh, really? Ga je nou eieren gooien? Gappie! Nee! Ik wil naar je toe komen! Moet ik weer gaan hakken? Shit. Ik wil blokken. Oké. Okay. Oprotten met die eieren van je. Au. Ga ik nog boog schieten of niet? Hop. Hop. Lekker. Lekker. GG. Woo. Hoppa. Winner. Chicken. Dinner. Woo. GG, well played. Oké, mensen. Laatste potje van de dag. Potje nummer 3. Vorig potje heb ik lekker gewonnen. Misschien heb ik door het lag. De laatste fight gewonnen misschien. Maar goed. Ik heb gewonnen. Daar draait het om. Winner. Chicken dinner. Potje nummer 3. Laatste pot. Let's fucking do this. Oké, we gaan. Boom. Ik speel de map Galaxy. En eigenlijk heb ik een hekel aan deze map. Ik speel hem ook nooit in mijn video's. Want ik vind het echt een scheidmap. En nou ja, ik dacht, weet je wat? We gaan het een keer doen. Ik klikte hem ook per ongeluk aan. Dat was heel stom. Ik ga niet eens in die andere chest kijken. Moet ik wel doen. Dat is als slim. En we gaan er gewoon weer tegenaan. Let's go. Die ga ik aantrekken. Eigenlijk is deze beter voor de PvP. Ladi. Oké, we gaan gewoon op avontuur. Want anders... oh god. Hi Nightgirl. Kijk je mijn video's wel eens? Nee, dus? Oké. Tok. Ja, sorry, Nightgirl. We doen niet aan killen. We doen niet aan teamen. We teamen niet. Teamen doe ik niet. Sorry. Ik spijt me. Het spijt me. Best kill ever. Ze gaat dood erbij en is ze blij. Kijkers, please. I don't do team. Ik team alleen als het een ander team is. En dan zeg ik het wel. Van, hey, man, zullen we even die uitschakelen dan? En dan gaan we samen verder als vriendjes. Maar voor de rest kill ik. Doe niet aan teamen. Want teamen is eigenlijk totaal niet leuk om te doen. Want ik vind het zelf niet leuk als mensen het doen tegen mij. Dus waarom ga ik het dan zelf doen, weet je? Dat zou wel heel erg hypocriet zijn. En dat werkt niet. Hoppa, ik ga je spectator. Die heb ik ook nodig. Die diamond boots had ik al. Fikkerdikkie. Arrows zijn handig. Bouwblokken zijn handig. Die zijn handig. Eten heb ik genoeg nu. Die gaat hierheen. Oké, goed. We gaan voor het volgende. Secure. En we gaan weer door. Even zoeken. Ik heb eigenlijk alles wat ik wil hebben. Een beetje wel. Een beetje volle set keer. Oh man, wat haal ik deze map. Gelukkig is er nu daytime. Heeft iemand daytime ingezet op deze map? Want deze map is super irritant in het donker. Mr. Rachel, je wou me te graag. Oh, Mr. Rachel, je wou me hebben. Oh. Jammer, joh. Jammer, joh. Hij wou me heel graag killen. Hij zei, laat mij je killen. Hij wou me te graag dood hebben. Jammer, joh. Ja. Liefde. Oké. Alright, auw, hey, what the fuck. Ik kreeg best wel laat damage van die fall damage. Dat was best wel raar, ik schrok een beetje. Die heb ik nodig. Hoppakee, dan gaan we door. Eens even zoeken, ik heb nog 5 man over tegen mij. Are you kidding me? Dat is best wel nice. Even zoeken hoor, daar lopen de mensen. Oké, daar liep er 1. Liepen er 2, maar er loopt er nog maar 1. What the fucking do? What to do? Die dude daar. Maar ja, ik ben niet zo bang voor die shit. We gaan het gewoon doen. Daarom haal ik deze map. Oh my god. En dat het niet gewoon een rondje is. Het is gewoon vet irritant. Ik wil eigenlijk... Ja?
Oh, ik heb hem gemist. Fuck Duck. Dus die gast zit in het midden. En die heeft echt ziek goede gear nu. Oh. 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 Oh nee! Camper in het midden! Nee! Campers! Nee! Goed hoor. Zeker rekt. Gaan ze nog teamen ook. En dan, oh, ik heb hem gerekt. Ja hoor, jullie hebben gewoon met z'n tweeën het midden kunnen claimen. Want jullie elkaar als Batty Boys geholpen hadden. Maar het maakt allemaal niet zo uit. Oh, en nog een keer met z'n tweeën. Oh, en mis. Ze kunnen niet eens boog schieten. Ze kunnen het niet eens. En uiteindelijk hebben ze hem. En nu gaan ze met elkaar vechten. Oh, ja, de teamers, daar gaan ze. Flikkertje en flikkertje. En nee, de flikker wint. Woe. Flikker wint. Nee, ik ga het niet zeggen. Maar het ene flikkerende teamertje wint. Very good job. Very proud. 10 out of 10. Alright mensen, in ieder geval. Ik vond het wel een leuke video. Helaas maar eentje gewonnen. De laatste potje was een beetje natuurlijk een grapje. Ik kan wel goed tegen mijn verlies. Vind ik jammer dat ik verloren heb natuurlijk. Maar de manier waarop vind ik vooral meer lachwekkend. Dat hij daar nog zegt rekt. Terwijl hij als een pussy vanuit het midden met een boog eraf had geschoten. No problem. Very good job. Ook nog eens de teamer. Geef niet. Het is niet anders als je niet kan winnen in je eentje dit spel. Nou, heb je hulp nodig. Nou goed, het heeft hij gekregen. Heel goed gedaan. Mensen, in ieder geval, als je het een leuke video vindt, laat even lekker een blij duimpje achter omhoog. En ik zie je graag in de volgende Skywars video. Peace! Oh my,